Organizational Transformers, OTNV, is de naam van een nieuw consultingbedrijf dat vandaag geïntroduceerd is. Marvin Polak, Marciano Lee Ayong, Gail Meijer en Tom Helderweert zijn de vier oprichters en partners. Ze hebben op een vandaag gehouden persconferentie de geboorte van het bedrijf belicht. OTNV wil verandering brengen in de consultancy-sector. Uit eigen ervaring is namelijk gebleken dat vele consultingtrajecten uiteindelijk weinig tot niets opleveren, omdat de daadwerkelijke implementatie van adviezen achterwege blijft. Marciano Lee Ayong, een van de oprichters, gaat nader hierop in. Hij vertelt ook wat het partnerschap met Door International BV inhoudt. OTNV heeft namelijk als enige voor Suriname de licentie van deze organisatie. Wat wij gaan doen, wat OTNV, Organizational Transformers NV, gaat doen, is de markt laten zien dat wij beschikken over de licentie. En dat kunnen we doen door het aanbieden van de wereldbekende producten en diensten. Dat is onze focus. Wij gaan wat wij hebben aanbieden aan de lokale markt. We gaan ons niet zozeer focussen. Eigenlijk zullen we ons absoluut niet focussen op wat dat andere bedrijf doet en wat zij aanbieden. Dat is voor ons niet relevant. You know, we cannot control the past. You know, actually, personally, I look at the future. I look at things that we can impact around the world. And frankly, when I found out about Henry and this whole situation here several years ago, actually, I contacted a person to see if he actually would join us. And I cannot control what he did in the past. He was a member of the old Door Netherlands. And I guess, you know, people do what they do. They think that they're, empowered to do things, especially far away from the house, the home country, per se. Until I found four professionals, like the one sitting right next to me, when I realized that they could actually add value to our global organization, then my attention actually turned into Suriname. And we had discussions, and I realized that they actually, you know, can keep our company that is large, international, that, you know, even in a country, I told them, you know, Costa Rica used to be our smallest partner. And now, you know, I'm proud to say they are. I mean, now Suriname is our smallest partner. Marvin Polak, ook een van de oprichters, benadrukt dat hij altijd een impact wil maken op de gemeenschap. Hij weet echter ook dat Suriname een uitdaging heeft met betrekking tot samenwerken. Dus als we dit kunnen zeggen, dat vier grote mogelijkheden, als ik het zo mag zeggen, in een eigen branche, of vier professionals bij elkaar komen en kunnen samenwerken en die gemeenschap kunnen dienen en betere leiders kunnen creëren, hebben we over 20 jaar een beter Suriname. En als je elke dag opstaat en denkt van ik kan niet alleen met impact coaching, maar ik kan vier andere mensen vinden die daadwerkelijk ook dezelfde gedachten hebben. Om te kijken hoe kunnen we dat samen bij elkaar brengen, dat we die gemeenschap kunnen dienen. Want daarom gaat het bij ons. Dat we betere leiders creëren, dat we betere werkgevers creëren, dat we betere ondernemers creëren. En dat zich gaat doorstrepelen in de politieke en andere NGO's. Right? That the leadership gets better in Suriname. Ze hebben een geweldige, gaande gevoel als je denkt voor 20 jaar heb ik daar een steentje aan bijgedragen. Ja. Een belangrijke waarde bij dit team is fun. Tom is heel erg zakelijk en kritisch. Bam, 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 bam. This is how we have to do it. But we have fun. We have friendship. And we are all willing to serve the community, the Suriname community. En Tom is het bewezen. Tom is Belg. Hij is 16 jaar in Suriname. So he's not from here. And he's served in the community for 16 years. So it speaks for itself. Dat maakt het geweldig. We hopen dat we een voorbeeld kunnen zijn voor de Surinamse samenleving. Tot zover Marvin Polak vandaag bij de launch van het nieuwste consultingbedrijf in Suriname, Organizational Transformers NV. Het bedrijf richt zich op consulting, training en coaching in onder andere strategisch management, human resource en projectmanagement. De persconferentie is gehouden in het trainingscafé Impact.